programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Tja, vandaag in Dommeland Live gaan we het hebben over ademhaling. We gaan het hebben over de bazaar hier in Bokstel. En we gaan quizzen. En dit alles onder de muzikale begeleiding van niemand minder dan Maarten de Grans. Het is dinsdag 26 juni, de laatste aflevering alweer van Dommeland Live voor de zomerstop. Welkom. Ja, Taco Schaefer is ademcoach en zijn motto luidt: als je jouw ademhaling verandert, kun je jouw leven veranderen. Nou, Taco, dat is wel een mooi motto, toch? Ja. En welke veranderingen kan ik dan zowel verwachten? Er zijn een aantal veranderingen die je kunt verwachten in die zin dat het enerzijds op de geest van invloed kan zijn. Dus als je bijvoorbeeld onderhevig bent aan stress of aan andere dergelijke klachten, dan kun je met ademhaling kun je daar iets mee doen. Mm-hmm. Maar ook fysieke klachten. Pijn in de nek, schouders, pijn in de buik, dat soort klachten. Dat zijn ook vaak klachten die voor een deel voorkomen uit een stukje ademhaling. Ja. Of verkeerde ademhaling eigenlijk. Ja. Ja, voor de mensen, ik heb er wel een bepaalde beeldvorming bij, maar jij bent ademcoach. Ja, dat klopt. Voor de mensen die het niet weten, wat houdt dat in? Een ademcoach is eigenlijk iemand die jou ondersteunt bij het op orde brengen van je ademhaling. We hebben, toen we geboren werden, hebben we allemaal een bepaalde ademhaling meegekregen. Mm-hmm. We noemen dat eigenlijk de buikademhaling. Mm-hmm. En door de jaren heen en in de huidige maatschappij met de druk, de prestatiedrang, met als gevolg dat er vaak veel stress ontstaat, verandert onze ademhaling ook. Want het lichaam is een heel mooi mechanisme. Het heeft het vermogen om te leren. Maar dat betekent dat het ook de andere kant op kan leren. Dus verkeerde gewoontes aan kan nemen. Ademhalen is daar een van die gewoontes van. Ja, en jij ziet eruit als een gespierde, althans een gezonde... Ik sport veel. Sportieve man. Ja. Hè? Ja. Ademhaling is toch een soort fijngevoelig onderwerp voor Absoluut. Sommige mensen. Ja. Wat is voor jou de reden geweest om je hierin te verdiepen of hiermee aan de slag te gaan? Ik ben ongeveer vier jaar geleden ben ik begonnen met yoga. Mm-hmm. Ik sport inderdaad veel. Ik doe veel aan krachtsport al meer dan 30 jaar. Mm-hmm. En daarnaast... wilde ik eigenlijk ook iets anders gaan doen dan yoga. Dat was eigenlijk, ik had dat nooit gedaan en ik ging eens met iemand mee en ik vond dat eigenlijk wel heel mooi. En ik zag ook wat het met mij deed. Een van de dingen die het met mij deed en wat mij fascineerde was door de ademhaling dat je heel anders gaat voelen. Dat was een mooie ervaring. Aan de andere kant wilde ik weten waar het vandaan kwam, hoe dat het kwam dat ik me daardoor anders ging voelen. En ik ben op onderzoek uitgegaan. Ik ben gaan kijken of dat ik mensen kon vinden die daarin gespecialiseerd zijn. Ik kwam op een gegeven moment bij Wim Hof terecht, ook wel bekend als de Iceman. Ja. De meeste mensen kennen hem als die man met die baard die in een bak met ijswater gaat zitten. Ja. Hij is hier wel eens meer geweest, als ik me niet vergis. We hebben volgens mij een foto van hem. Is dat nou ook echt een soort inspiratiebron voor jou? Nou, het heeft me aan het denken gezet. Ja. Ik ben er ook geweest. Ik heb het ervaren. Dit? Jazeker. Oh, echt? Ja, wij hebben ook gezwommen in de winter in de natuur. Puur om te kijken wat het met je doet. En dan blijkt dus dat als je die kou kunt onderdrukken door middel van je ademhaling, dan hou je het in mijn geval 20 minuten vol in een natuurzwembad midden in de winter. En dat is bizar om te ervaren, kan ik je vertellen. Dat is echt dat is een hele mooie ervaring. Ja. Alleen door je ademhaling. Ja. Maar je ging je erin verdiepen op een gegeven moment. Is er een soort van opleiding of zo die je voor kan volgen? Die zijn er wel, maar dan ga je al gauw het medische circuit in. Ik ben geen medicus. Dat was ook niet mijn doel. Ik wilde graag weten wat ik met die ademhaling nog meer kan. En ik wilde het begrijpen. Begrijpen waarom het met mij doet, wat het met mij deed. Op een gegeven moment ben ik teruggekomen bij Stans van der Poel. Zij is ook een van de mensen die de theorie achter de Wim Hof ademhaling heeft beschreven en onderzocht. Zij begeleidt veel topsporters bij het lopen van marathons, het fietsen van grote afstanden. Ja.
En ik ben bij haar te raden gegaan en zij gaf inderdaad opleidingen tot ademcoach. Ik ben bij haar een opleiding gegaan voor een aantal jaren. Module voor module afgewerkt en de fysiologie begrepen van hoe het nou eigenlijk werkt. Ja. En als je daarmee aan de slag gaat en je doet dat bijvoorbeeld in groepsverband, wat ik regelmatig doe, dan kun je mensen echt door een andere ademhaling aan te laten nemen, kun je er een stuk rust in creëren. Mensen voelen weer veel beter. Mensen voelen zich ook weer veel lekkerder naar bijvoorbeeld een ademsessie. En mensen begrijpen nu ook waar hun klachten vandaan komen. En dat is eigenlijk de grootste winst. En dat is voor mij eigenlijk het enige doel wat ik ermee heb. Afgezien van het maar feit dat heeft die ademhaling dan zo ontzettend veel invloed? Ja, dat is enorm. Ja. Echt? Ja, je kunt het op twee manieren kun je het benaderen. Enerzijds kun je het geestelijk benaderen. Mm-hmm. Dan heb je het over zogenaamde transformational breath. Dat gaat wat verder. Dat is fysiologisch ook niet goed te verklaren. Ja. Behalve dat je dat als heel fijn kunt ervaren. Maar juist het fysiologische stuk, hè, wat je kunt onderbouwen, mm-hmm. Dat vind ik heel interessant. Dus door een bepaalde ademhaling aan te nemen, kun je binnen 20 seconden, een halve minuut, kun je een stuk rust in je krijgen. Door alleen maar 3 keer heel diep in te ademen en los te laten met een zucht. Ja. Doe dat maar eens 3 keer achter elkaar. Je zult verbaasd zijn wat het met je doet. Ja. Ik zeg ook altijd tegen mensen, je kunt een aantal weken zonder eten. Je kunt een dag of 3 zonder drinken. Maar een minuut zonder lucht wordt al lastig. Kan niet, wordt al lastig. Ja. Stel je voor, ik kom bij jou. Wat kan ik dan verwachten? Als je in een van mijn lessen zou stappen die ik her en der geef, dan lig je op een matje. Je ligt met een groep in een matje. Mm-hmm. Ik zit in het midden. En we gaan eerst even een stukje ontspannen. En vervolgens gaan we ademhalingsoefeningen doen. Het is niet zoals bij yoga, dat je dus actief bezig bent en daarbij je ademhaling gebruikt. Ik ben puur alleen met ademhaling bezig. Dus we gaan puur ademhalingsoefeningen doen. Die bouwen we op, we bouwen weer wat af. We wachten weer eventjes en we gaan weer naar een volgende oefening toe. Zo zijn er een aantal basisoefeningen die ik eigenlijk steeds weer de revue laat passeren. Maar ik speel daar wat mee, ik doe er wat creativiteit mee. En mensen die beginnen dat te ervaren. En je ziet ook dat de mensen het op een gegeven moment ook gaan doen. Mm-hmm. En wat ik die mensen graag wil meegeven is een stukje bewustwording. Bewustwording van wat je met je ademhaling kan doen. Ja. En bewust wordt vanzelf onbewust. Ja. Dus als je het gaat toepassen, dan zul je op een gegeven moment merken van, hé, ik ga het nou vanzelf doen. Ja. Dan is je lichaam aan het leren om het weer op de goede manier te doen. En wat ik zeg net, het is een redelijk fijngevoelig onderwerp voor sommige mensen. Is het in het medische circuit, om het zo maar te zeggen, al een soort geaccepteerd? Absoluut. Als een soort van oplossing? Ja, als oplossing, ja. Neem als mensen bijvoorbeeld met burn-out klachten, of die ik kan me voorstellen dat die zeker hier heel erg bij gebaat zouden kunnen zijn. Kunnen zijn, ja. Ik denk dat het een onderdeel van de behandeling zou moeten zijn. Want voor heel veel mensen is dat stukje ademhaling is zo verschrikkelijk belangrijk. Want fysiologisch kunnen we het wel handelen, vaak met medicijnen. Maar wat is nou de oorzaak van die versnelde ademhaling? Hoe krijg je die weer rustig? Dat kan wel door middel van medicijnen. Maar je kunt iemand ook rustig leren ademen. Waar mensen heel vaak boven, hoog in een adem zitten, kun je mensen ook weer leren om weer naar hun buik te ademen. En op het moment dat je mensen dat leert, dan komt er een stuk ontspanning in het lichaam, fysiologisch. Ja. En dan heb je die hulpspieren die in je nek zitten niet nodig, die je eigenlijk alleen maar nodig hebt als je moet presteren, fysiek. Ja. Dus allerlei klachten nemen daarmee af. We zouden het net als Maarten, die treedt regelmatig op, of andere artiesten, zouden die erbij gebaat zijn als ze een soort ademcoach zouden hebben voordat ze op zouden gaan? Of hoe sta jij daarin? Nou, ik denk, ik heb zelfs begrepen hier in Boksel bij Sint Lucas, dat er voor de examens, dat er een ademcoach wordt ingeschakeld. Echt? Ja. De leerlingen zijn vrij om daar gebruik van te maken. En ik vind dat een goede zaak. Ik vind dat echt een goede zaak. Ja. Dus ook voor mensen die het podium ontmoeten of voor andere belangrijke dingen staan waar ze zich druk over maken, waar ze nachten niet van kunnen slapen. Het is relatief eenvoudig. Ja. Het is relatief eenvoudig om weer rust te brengen in je leven en die ademhaling te doorbreken en weer terug te gaan naar je rust. Want dat is wat je uiteindelijk nodig hebt. Want we hebben het net over het medische circuit. Wordt het vergoed eigenlijk? Als je het vanuit fysio
krijgt vanuit fysiotherapie krijgt, yeah, geloof ik wel dat het vergoed wordt. Yeah. Niet als zijnde ademtherapie. Ja, nee, ja. Dat niet. Ja. Nee. Heb je hyperventilatie, hè? Dat is ook bij heel veel mensen toch een ding. Hè? Dat wordt ook vaak gedreven door bepaalde angsten. Ja. Heb je daar tips voor mensen, ja, die daarmee lopen? Juist hyperventilatie. Hyperventilatie wordt vaak gezien als ziekte. Is het niet, het is een verkeerde manier van ademen. Ik ga heel kort even de techniek, ja, in. Op het moment dat je ademhaalt, dan adem je in, je ademt uit en je wacht eventjes. Dat zou de goede ademhaling moeten zijn. Op het einde van jouw uitademing vindt er gaswisseling plaats tussen koolzuur en zuurstof. Ik moet het even vertellen om het te verhaal tussen... Ja. Ik doe net alsof ik het allemaal begrijp. Ja, okay. En anders leg ik het nog uit. Tijdens die gaswisseling vindt er dus een proces plaats dat de zuurstof wordt opgenomen door je longen. Mm-hmm. En de koolzuurgas, dat wordt via dezelfde manier, verlaat dat je lichaam weer. Dat is een proces, dat is waanzinnig belangrijk. Dat zorgt ervoor dat jouw fysiologie weer op orde komt. Ja. Mensen die hyperventileren, die ademen in, ademen uit. En ademen meteen weer in, en ademen uit, en ademen meteen weer in. Doordat die gaswisseling niet goed op gang komt, gaan mensen steeds sneller ademen. Want het lichaam vraagt daarom. Ja. Vraagt om zuurstof, maar krijgt het niet. Want de gaswisseling vindt niet plaats, of althans heel beperkt. Dus mensen raken eigenlijk in een steeds snellere ademhaling, waardoor ze op een gegeven moment in hyperventilatie schieten. Ja, en dan is het even afwachten wat er gebeurt. Maar leer je mensen weer te ademen, mm-hmm, op een goede manier, mm-hmm, dan hoeft hyperventilatie geen probleem te zijn. Mm-hmm. En als je nu, wat ik me afvraag, hè, want er kunnen zijn, hè, we hebben ook soms te maken met redelijk stoere mannen die dan denken, oh, ik mankeer niks. Hoe overtuig jij die mensen er toch van om hiermee, of althans naar jou toe te, dat ze naar jou toe zouden moeten komen? Ik denk als je een kwartiertje bij mij in de les ligt, dat je precies weet waar het over gaat. Ja, dat moet je ervaren. Ik kan het niet uitleggen, want iedereen die ervaart het anders. Maar ik heb natuurlijk heel veel mensen zie ik voorbij komen. Mensen met de meest uiteenlopende klachten, die ze wel of niet tegen mij vertellen. Je ziet van alles tijdens een uurtje ademen gebeuren bij mensen. Mm-hmm. En de reacties daarna, die zijn vaak heel beperkt. Omdat mensen in een bepaalde rust weggaan en zoiets hebben van, ik wil dit nog even vasthouden, ik ga nu weg. Dan hou ik dit gevoel nog even vast. En mij soms een dag later, soms 3 dagen later een appje sturen of een bericht sturen via Facebook. Van joh, ik voel me geweldig en ik heb nog nooit zo'n heerlijke zondag gehad als de ademsessie zondagochtend is geweest. Daar krijg ik goede reacties op. Dus ik weet wat het met mensen doet. Zoveel impact heeft. Ja, dat is enorm. En ik doe het zelf ook. En ik zou niet meer zonder kunnen. Jij coacht jezelf. Ja, zelf. Ik blijf ademhalen. Ja. Ja. Is dit nou jouw dagelijkse werk? Nee, of niet? Het is niet mijn dagelijkse werk. Ik doe dit erbij en ik wil het ook vooral blijven doen. Ik heb een commerciële functie. Mm-hmm. Ik heb een drukke baan. Maar ik wil dit niet laten gaan. Want ik vind het te belangrijk om het aan mensen door te geven. En te zeggen, jongens, doe wat met je ademhalen. Je kunt er zoveel mee bereiken. Je hebt het altijd bij je. Je kunt het altijd doen. Of je nou in de file staat en je hebt stress, of je zit bij de tandarts en je voelt je daar helemaal niet fijn bij, of je staat te sporten en je weet niet meer wat je moet doen. Eindexamens, pak terug op die ademhaling. Het is niet zo ingewikkeld. Ja. Zijn er ook mensen die jou 's nachts op de mobiel bellen en die zeggen van, nou Taco, help. En dat je dan heel rustig tegen zich praat, adem in. Nee, dat gebeurt niet. Nee, mijn mobiel staat straks uit. 24-uurige hulplijn. Ja. Nee, niks. Nee, ik word wel eens gebeld door mensen die op dat moment even niet meer zien zitten. Die help ik dan ook als ik kan. Maar dat komt zelden tot nooit voor. Nee, dat is niet zo heel vaak. Ja. Maar. Maar als jij nu kijkt, hè, want je geeft zelf les. Waar denk je dat nu de allergrootste behoefte nog ligt? Of waar zou je jezelf zien? Zou dat zijn dat je bijvoorbeeld naar bedrijven... Bedrijven, ja, absoluut. Ja, met name kantooromgevingen. Waar veel stress is bij mensen. Een klein voorbeeld. Mensen die zijn vrijdags klaar met werken, ploffen neer op het terrasje. Rust, zo voelt het ook. Ja. De ademhalingsfrequentie is dan wel wat lager geworden, maar is nog steeds hoog. En op het moment dat jij in een verhoogde ademhalingsfrequentie zit en dan moet je denken in een rusttoestand boven de 10 keer per minuut, dan zit er gejaagdheid in je lijf. En gejaagdheid, dat zorgt ervoor dat organen niet of gedeeltelijk functioneren. Dat heeft waanzinnig veel gevolgen voor je fysiologie.
Je lichaam gaat in onbalans, want je lichaam zit in gejaagdheid. Je lichaam zit in vluchtstand. Staat klaar om te presteren, maar hoeft eigenlijk niet te presteren. Je hebt een versnelde ademhaling. Mm-hmm. Versnelde ademhaling zorgt ervoor dat je hartslag omhoog gaat en andersom. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Mm-hmm. Dus je hele fysiologie gaat op zijn kop. En je zit dan rustig op een terras, althans dat gevoel heb je. En daar ligt nog een wereld te winnen. Goed zo. En die ga jij overwinnen. Die ga jij pakken. Ik ga er in ieder geval mijn bijdrage aan leveren. Dank voor je komst in ieder geval. Graag gedaan. Voor mij, het is inderdaad, je bent er niet heel bewust zoals een baby. Nu je hebt verteld inderdaad dat het zoveel impact heeft. Ja. Ik denk dat het voor veel mensen heel goed kan zijn. Ik denk het ook. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Wil jij thuis nu meer informatie over het onderwerp? Neem gewoon even kijken op onze website www.omroepdommeland.nl. Ik zei het net al. Maarten de Gans. Maarten. Welkom. Hoi. Ja, dankjewel. Ja, Maarten, jij speelt komend weekend met Acting the Maggot. Zeg ik het goed, toch? Dat zeg je heel goed. Acting the Maggot. Op Beach Break Bokstol. Ja. Voor de mensen thuis die jou of jullie nog niet kennen, wie of wat is Acting the Maggot? Wij zijn eigenlijk begonnen als Rutger en de Rooie ooit, als duootje waar wij op straat speelden. En we merkten dat vooral bij de Ierse liedjes dat mensen heel erg losgingen. En toen werd ons gevraagd vanuit podium Bokstel of we een keer een optreden daar wilden verzorgen. Ja. Dat wilden we wel, maar niet met z'n tweeën. Dus dat was voor ons het moment om een hele band bij elkaar te sprokkelen en ons eerste optreden te geven. En sindsdien zijn we eigenlijk, hadden we ook zoiets, ja, het is nou niet meer Rutger en die Rooie. We zijn nu met z'n vijven en later met z'n zessen. Dus we moeten de naam veranderen. Dus we zijn gewoon het internet opgestruind en we zijn op Dublins dialect gekomen. En een van die zinnen daar was Acting the Maggot. En dat is je gedragen op een kinderlijke, hinderlijke, irritante manier. Nou, maar wij vonden het gewoon lekker klinken, dus wij kozen voor die naam. Alleen het nadeel was dat Nederlanders het niet uit kunnen spreken en het niet begrijpen. Aan de andere kant blijft het dan wel juist goed hangen als je het uitlegt. Dus het is Acting the Maggot, schrijf het op. Acting the Maggot. Het is eigenlijk, een maggot is een made. En je zult er nu heel veel last van hebben in je groene kliko's. Je ziet die mades krioelen naar alle kanten toe. En waar je ze niet wil hebben, daar gaan ze heen. En dat is eigenlijk wat wij doen, gedragen als een made. Dat is de vertaling letterlijk dus. En wij, dat is misschien wel handig om uit te leggen, wij spelen dus Ierse muziek ook. Dat is de link dan. Ja, je is dit weekend op Beach Break hier in Boksel. Volgens mij gaat het hartstikke goed met jullie, hè? Want ik zie jullie op steeds meer festivals voorbij komen. Ja, dat is, het gaat heel erg goed zelfs. Vorig jaar stonden er op een paar. Het was zoiets van, dit is wel iets wat we graag willen doen. Ja. En op een gegeven moment stonden we bij een festival in Heeswijk Dinter te spelen. En we namen daar een filmpje op. En dat ging nogal viraal op het internet, vooral op Dumpert. En in totaal werd dat een miljoen keer bekeken. En daar zijn heel veel optredens uit voortgekomen. Dus... Hoe is dat om te ervaren als dan in één keer zo'n ding viral gaat wat je opneemt? Maf, want het gaat een week viral en dan dondert het ook meteen weer in elkaar. Ik ben gewend om iets op te bouwen zodat je er een langere tijd wat aan hebt. En dus dit was echt, we zaten de hele tijd te F5'en om te kijken of die tellen weer omhoog was gegaan met een paar duizend. En dat was het geval. En dan na een week zie je die tellen niet meer lopen. En dan denk je, dan moeten we toch iets anders. Dus toen zijn we maar weer nieuwe filmpjes op gaan nemen. Maar... Ja, maar dat is wel heel leuk, ja. Ja, want jij treedt ook op, je zei het net al, in allerlei verschillende formaties. Ja. Is Acting the Maggot dan toch een beetje je grote passie? Ja, dat is het inmiddels wel geworden, ja. Dus ik ga hier nu echt 100% voor. En dat is... een thuisgrond af en toe ook wel te merken dat ik iets te hard ervoor loop. En soms zouden ademhalingsoefeningen... Ja, daar krijg je het al. Zouden heel erg welkom zijn. Dus misschien ga ik nog even op contact met je opnemen, Taco, erover. Want het is inderdaad heel druk. En het is nu een periode van festivals heel erg druk. Straks wordt het iets rustiger, want dan komen we na de festivals. En we zijn eigenlijk te groot geworden voor de kroegen. Omdat we met 6 mannen toch wel flink te stuiteren staan op het podium. Ja, ja. Heb jij bepaalde rituelen, want we hebben het net over ademhalen. Heb jij bepaalde rituelen voordat je het podium opgaat? Of is dat gewoon een fles drank die... Ik moet ook weer terug naar huis rijden. Dus ik zal nu zeggen nee voor de camera. Maar er wordt inderdaad wel eens een Guinnessje gedronken bij een festivaletje. Ja. En dat is meestal van tevoren. We zijn er ook liever wat van tevoren. Want dan krijg je een beetje het festivalsfeertje mee. Ja. En dat is wel zo prettig. Als je vlak van tevoren aankomt, dan voelt het echt als werk. En dat wil ik zo ver mogelijk van me afhouden. Ook al is het natuurlijk wel werk. Ja. Maar wel heel leuk werk. Ja. Wat ga je spelen vanavond? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik heb een hele rits hier aan liedjes. En ik denk, weet je wat, ik maak gewoon een mengelmoesje tussen wat rustigs en wat snellers. En voor de mensen die naar Beach Break komen, daar zul je voornamelijk de snellere liedjes horen. En mocht je ons ooit tegenkomen in zaaltjes en theatertjes en zo, dan
zal het een afwisseling zijn tussen de snelle en de rustigere nummers. Dus ik denk, mooi, ik maak gewoon een mix hiervan. Nou, take away, Maarten Gans. Based on songs and stories, heroes of renown, the passing tales and glories that once was Dublin town. The hallowed halls and houses, the hunting children's rhymes, that once was Dublin city in the rare old times. Ring a ring a rosy as the light declines, I remember Dublin city in the rare old times. My name is Sean Dempsey, as Dublin as you'd please. Born heart and late in Pimlico, in a town that ceased to be. By trade I was a cooper, lost out to redundancy. Like my house that fell to progress, my trade's a memory. And I caught a Peggy Dignan, as pretty as you'd please. A broken child of a Mary, from the rebel liberty. I lost her to a student chap, with skin as black as coal, when he took her off to Birmingham. She took away my soul. Ring a ring a rosy as the light declines, I remember Dublin city in the rare old times. The years made me bitter, the goggle dims me brain, cause Dublin keeps on changing, no, nothing stays the same. The pillar and the mat have gone, the royal long since pulled down, as that great unyielding concrete makes a city of my town. Ring a ring a rosy as the light declines, I remember Dublin city in the rare old times. Fare well, sweet Aunt Liffey, I can no longer stay and watch the new glass cages that spring up along the quay. My mind's too full of memories too old to hear new chimes. I am part of what was Dublin in the rare old times. Ring a ring a rosy as the light declines, I remember Dublin city in the rare times. Ring a ring a rosy as the light declines, I remember Dublin city in the rare. Maarten, je komt zo nog, komen we weer bij je terug. Dankjewel. Ja, de Bazaar Boksel, die is dit jaar weer. En bij mij op de bank om daarover te praten. Michel Verhoeven en Ingeborg van den Broek. Welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie er weer zijn. 2002 was de eerste editie, ja, volgens mij. Dus die wordt de 17e. De 17e al, joh. Ja. Ongelooflijk. Hoe voelt dat? Ja,
Het is elk jaar weer een feestje om te mogen doen. Ja. En het groeit nog steeds. Ja. Dat zal de komende jaren ook zo wel blijven. Ja. Ja, dat is gewoon leuk om te doen. Ja. En Ingeborg, voor de mensen die het misschien niet kennen, hè, kun je het in uitleggen, wat is de bazaar exact? Ja, de bazaar is eigenlijk heel klein begonnen in de wijk Seelissen met een aantal kraampjes. En inmiddels uitgegroeid tot heel park Molenwijk, multicultureel festival. Met de hele dag live muziek en kraampjes met lekker eten. Wat kraampjes met wat zijn spulletjes, workshops kun je doen. Mm-hmm. Vermaak voor de kinderen. Maar ook voor iedereen lekker kleedje mee en lekker genieten van elkaar en ja. Mooie muziek. Ja, ja, wat maakt het nou zo succesvol, denk je? Dat het zijn oorsprong gewoon vindt in de Boksche bevolking die daar toen de tijd mee begonnen is. En die echt met de schragen en de neergeklapte keukendeur begon is met hapjes en drankjes. Ja. En daar is muziek bijgekomen en daar is steentjes bijgekomen. Er zijn goede doelen bijgekomen. Maar het blijft allemaal rondom dat thema van hey, wij zijn hier in Boksel in staat om met bevolkingsgroepen, met geloven, met mannen, vrouwen, noem maar, een leuk feest te maken. En met elkaar in verbinding te komen en dat uit te stralen. En dat is het succes. Het is niet een podium met erop 6 of 7 bands en that's it. En het is ook geen keuken met. Nee, het is een mengeling van culturen, van zang, muziek, eten, dans. Dat maakt het succes. Ja. En daar zijn we ook best wel trots op. Ja. Dat we dat doen. En we zijn ook best wel trots op dat in het document Boksel, gemeente in transitie, de bazaar genoemd wordt als een waar perspectief in zit om nog meer succes eruit te halen. Daar werd het wel gekserend misschien een braderie genoemd. Daar was ik minder gelukkig mee, want dat vind ik geen juiste betiteling. Maar wel dat het een podium biedt om nog meer de culturen met elkaar in verbinding te brengen. Ja. Wat voor speelschap in Boksel, maar komt er nou ook publiek buiten Boksel eigenlijk naar het evenement toe? Ja. Ja? Met name ook vanuit de Turkse gemeenschap weet ik dat er veel mensen uit de regio Den Bosch-Os komen. Ja. Die de bazaar komen bezoeken. Maar je hoort het ook als je in Schijndel, Gestel, daar is het ook bekend. Ja. En we hebben een impressie uit 2016, laten we even kijken. Wat is er nieuw dit jaar? We zitten eigenlijk in een overgang. Dit jaar is er eigenlijk niet echt veel nieuws. We hebben wel nog wat meer aandacht besteed aan, zeker met de komst van het warme weer, want het wordt echt warm dit weekend, dat we twee horecapunten hebben. Er is altijd één geweest. En we willen mensen toch wel in de gelegenheid zijn om voldoende te kunnen drinken. Dus daar zit wel een kleine verandering in.
Maar we zijn wel bezig nu naar de toekomst toe te kijken. Hè? Wat ik zeg van de, wat ook in het document naar voren komt. We zijn met de Rabobank in gesprek om te kijken of we het bestuur een andere vorm kunnen gaan geven. Doordat we meer mensen om ons heen gaan verzamelen die ons gaan ondersteunen bij de, met name de voorbereidende werkzaamheden. Mm-hmm. Want daar zit Ingeborg is in maand december, januari, ja gewoon fulltime bezig met die line-up neer te zetten. Ja. Nou, daarvan heb ik gezegd, van, dan moeten we kijken of we daar verandering kunnen, dat daarmee ondersteuning in plaats gaat vinden. Daar zijn we op bestuurlijk vlak mee bezig. Ja. En we hebben een pitch ingeleverd bij de Rabobank die een andere manier van sponsoring gaat krijgen. Die vereniging daarin kan gaan ondersteunen. Ja. Daar hopen we eigenlijk dat ze daar ons bij gaan helpen. Ja. Om het nog wat professioneler neer te gaan zetten. Want nogmaals, het groeit elk jaar. Ja. Ja. Het is toch eigenlijk heel mooi, of niet, Ingeborg? Ja, supermooi. Want je zegt dat het groeit. Zo is de sales begonnen. Waar ligt voor jullie eigenlijk de zouden jullie nog groter willen worden? Ja, dat is uiteraard wel onze ambitie. Maar Michel gaf het net al aan. De structuur zoals wij hem nu hebben staan met het bestuur. Mm-hmm. En wat we eigenlijk allemaal zelf oppakken. Ja. Dan is het festival zoals het nu dit jaar nog is eigenlijk uit zijn voegen aan het groeien. Hè? Dat mm-hmm. is eigenlijk al bijna niet meer behapbaar. Mm-hmm. Dus we willen eigenlijk veel meer mensen om ons heen gaan verzamelen die ons mee willen gaan helpen om het bazaar nog meer te laten groeien en nog meer mogelijkheden te kunnen gaan bieden. Ja, nu we hadden het net over, want dit weekend is ook Beach Break. Snijdt dat niet met beide? Of? Wij denken zelf niet, nee. Het publiek is anders. Ja. En daarvan heb ik ook begrepen dat Beach Break met name op vrijdag en zaterdag zijn hoogtepunten heeft. Mm-hmm. En wij zitten op de zondag. En de bazaar is toch hoe je bent. Heel anders. Het is heel anders. Ja, ja, ja. En, dus nee, daar zijn we niet bang voor. Ja, jullie hebben ook een aantal artiesten staan op het festival. Hoe stellen jullie die samen, die line-up? We willen in principe ieder jaar natuurlijk wel iets nieuws op het podium hebben staan. En we willen zoveel mogelijk variatie. Dus we willen sowieso kinderen de kans geven. Dus dit jaar opent de bazaar met Demo Street Dance. En we hebben een Turkse band en een grote samba band met danseressen en een band met 14 jongens, geloof ik, die allemaal met blazers. En we hebben rock, we hebben funk, van alles wat. Van alles. dus er wordt echt, volgens mij kan het eigenlijk niet gevarieerder. Ja, ja. Je vertelde net al, het wordt eigenlijk heel de organisatie drijft op vrijwilligers. Hè? Ja. Jullie vragen ook geen entree voor het festival. Hoe kun je deze beroepsartiesten toch voorzien van een vergoeding of weet ik wat? Hoe zit dat in elkaar? We krijgen natuurlijk wel een gedeelte subsidie en we mogen gelukkig nog wel op sponsoren rekenen. Ja. En de andere kant is ook dat artiesten de bazaar ook best wel een warm hart toedragen en ook gewoon graag bij ons komen spelen. Dus die zichzelf wil aanmelden, want ik wil wel weer op de bazaar. Ja. En dan valt er nog wel eens wat te regelen, gelukkig voor ons. Voor een schaal samosa's, dan ja. Pastijtjes, dan heel mooi toch eigenlijk. Ja, zeker. Kan, ja. Maar neem niet weg dat wij wel merken dat alles wordt wel duurder. Ja. Ja. En we zijn afhankelijk, wat Ingeborg zegt, van sponsoring en van subsidies. En ook daar willen we de komende tijd aandacht te gaan besteden, dat we dat gewoon heel stabiel hebben. We zijn een hartstikke gezonde organisatie. We hebben voldoende ruimte om ook een tegenslag te kunnen verwerken. Maar we willen eigenlijk gewoon daar een heel stabiel plaatje voor gaan krijgen. Ja. En dan gaan we ook mee aan de slag. Ja. We hadden het net over de artiesten, of over de muzikanten eigenlijk, of die op het podium optreden. Zijn er ook een soort internationale kunstenaars of iets in die trant? Waar kan ik me daarbij voorstellen? Nee, we hebben op dit moment dit jaar geen kunst. We hebben dat in het verleden wel een keer gehad. En we willen in de toekomst zeker ook weer een keer terugbrengen. Ik zag toevallig net bij de beeld, zag ik wel op een gegeven moment dat er met kunst bezig is geweest. En dat willen we ook wel gaan promoten. Dat we
plaatselijke kunstenaars aan de slag laten gaan met ja, jongeren, ouderen, maakt niet uit. Ja. Want dat past er wel heel goed in. Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Zijn er andere dingen waar ze rekening mee moeten houden dit jaar? Wat waarvan jullie zelf zeggen van nou, dat wordt heel bijzonder? Qua bands, ja, nou ja, goed, ik vind ze natuurlijk allemaal leuk. Ja. Precies, we gaan even, als Acting the Manager zou zijn geweest, hadden we die genoemd, die waren er 2 jaar geleden. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld Broadway Brass vind ik echt leuk. We sluiten af met Mevrouw van Hek, dat volgens mij wordt ook echt een feestje. En ja, het wordt 30 graden, dus sowieso, ik denk lekker een biertje erbij en volgens mij wordt een hele leuke dag. Een paar sproeiers voor de kinderen, dat ze erheen kunnen rennen. ja. Hoe ervaren jullie zelf zo'n dag? Want je bent daar heel het jaar eigenlijk naartoe aan het leven. Voor mij wordt het de eerste keer. Ik zit pas dit jaar voor het eerst dan bij het bestuur, dus ik moet het wel ook een beetje over me heen laten komen. Ja. En ja, Michel doet het gelukkig. Nou, wat we best wel goed voor elkaar hebben, is dat we een groep van vrijwilligers voor de zondag zelf hebben. Zodat ook iedereen even het moment kan pakken van, hey, ik ben even een half uurtje nu niet aanspreekbaar. Ik ga even naar muziek luisteren of ik ga een rondje lopen. Ja. Die ruimte die proberen we voor onszelf wel te creëren. Ja. Want ja, je bent wel het hele jaar bezig met de voorbereidingen om dat te doen. En het is zonde als je er zelf niks van meekrijgt. Ja. Ja, dus, en na afloop wordt er wel een biertje met z'n allen gedronken. Ja, maar ik kan je verklappen, dat wordt niet heel laat, want je bent kijkpot. Ja, je zakt door je hoeven. Want ja, we beginnen vrijdagmiddag om 12 uur. Zo. En zijn zondagavond 9:30 heel laat zijn klaar. Ja. Als je in een 2 of 3-tal zinnen zou moeten omschrijven waarom mensen nu 1 juli naar jullie toe zouden komen... Met name voor gezinnen is het echt een leuke dag voor iedereen. Voor de kinderen is er genoeg te doen. We hebben overigens ook weer, net als ieder jaar, wel ook de kindervrijmarkt. Dus als je de rommel op zolder nog kwijt wil, is zondag ook een goede plek. Ja. En ik vind, het is gewoon een heel gezellige dag met mooie muziek. En ik zou het verder gewoon komen. Ja, gewoon komen. En met elkaar inderdaad gewoon een mooi feestje bouwen. Onder genot van een drankje, een hapje en leuke muziek vanuit allerlei windstreken. Ja. En dat is het. Daar begon je mee. Wat is het succes? Ja. Dat is het succes van de bazaar. En vergeet je zonnebrand het weekend niet. En je vrouw zonnebrand niet vergeten. Okay. En op de fiets komen. En op de fiets. Heel belangrijk. Op de fiets komen. Dank voor jullie komst. Ja, en wil jij thuis nu meer informatie? Neem gewoon een kijk op onze website www.omroepdommeland.nl. Maarten, yeah. Are you ready? I was born ready. Take it away. I was born in a Durban street where the royal drums do be, and the lovely English feet walked all over us. And every single night when me dad would come home tight, he'd invite the neighbors out with his chorus. Come out your black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilshandra. Come tell us how you slew them all rounds 2 by 2, like the Sulus they had knives and bows and arrows. Oh, how bravely you faced one with your 16-pound gun, and you frightened all the natives to the marrow. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilshandra. Come tell us here, you tell how you slammed the brave Brunel and taught him well and truly persecuted. What are the stairs and years that you proudly led us here when our heroes of 16 were executed? Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilshandra. Yeah!
Come out your pretty hands, come out and fight me without guns. Show your wife how you are mad as down in Derry. You murdered 16 men and you'll do the same again. So come out of here and take your bloody army. Oh, come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilashandra. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilashandra. Up from the green and lovely lanes of Kilashandra. From the green and lovely lanes of Kilashandra. From the green and lovely lanes of Kilashandra. Yeehaw! Woehoe! Lekker! Dankjewel. Ga je zo nog zien. Super. Ja, onder het motto samen quizzen. Altijd goed. Zijn deze mannen, brengen ze veel spelplezier bij verenigingen en bedrijven. En dus het is hoog tijd om kennis te maken met deze bokstelse spelfanaten. Bij mij op de banken Kiske de Leest en Mark de Laat. Welkom. Dankjewel. Kiske, jij richtte in 2010, als ik het goed heb, de Brain op. Ja. Wat doet de Brain zo? Wij maken quizzen in alle vormen en maten voor grote groepen, kleine groepen, voor bedrijven, voor verenigingen. We organiseren ook elke maand hier in Boksel een pubquiz, zeg maar, waar je als team aan mee kunt doen. Ja. En dat doen we dus inderdaad al bijna 8 jaar. Zelf met veel plezier, maar ook voor de groepen die wij bedienen met veel plezier. Ja. Is dat nou hobby of is dat werk of hoe moet ik dat zien? Allebei. Ja. Wij hebben van onze hobby ons werk gemaakt, want het is wel echt een professioneel. Serieus, ja. En serieus, maar wel met veel plezier, zeg maar, en uit de hobby en eigenlijk een beetje fanatisme voor het quizzen ontstaan. Ja, want waar komt die passie dan zo vandaan bij jou? Ja, bij mij in ieder geval geldt het, en het geldt voor Mark net zo goed, ik ben wel echt een spelletjesfanaat, dus bordspelletjes en al dat soort zaken. Altijd al geweest, hè? Dus dat begon natuurlijk met Trivial Pursuit, met Triviant. En van daaruit is dat eigenlijk overgelopen naar het maken van quizzen voor uitjes, maar dan in kleinere groepen voor onszelf. Totdat ik dacht van nou, dan moeten we misschien maar toch een stapje verder nemen. En zo hebben we dat op een gegeven moment genomen om daar echt een bedrijf van te maken. En dat is langzaam uitgegroeid tot, nou ja, tot wat het nu is. Ja, en 5 jaar geleden is Mark erbij gekomen, als ik het goed zeg. Hoe is dat gegaan? Kiske deed het eerst met Marco Hazenberg en die had er geen tijd meer voor. En Kiske en ik kennen elkaar al bijna ons hele leven. Trouwens wel even een aanvulling, want Kiske zegt het is begonnen vanuit Trivial Pursuit. Mm-hmm. Maar eigenlijk hebben we hem een beetje verbannen, want ik speelde al vaak met Kiske dat spel en hij won eigenlijk te vaak. Toen hebben we eigenlijk een beetje buitengesloten en toen is hij eigenlijk zelf een beetje die quiz gaan maken. Dus van daaruit is het eigenlijk begonnen. Dus toen kwam ik er dus bij inderdaad 5 jaar geleden. En omdat ik er ook echt wel de tijd voor nam, zijn wij samen echt daar meer tijd in gaan stoppen. En dat merkte je gelijk, want het werd gelijk drukker. Verschillende opdrachten, dat ging als een olievlek. Mm-hmm. Omdat wij toch ook proberen zeg maar, een quiz voor iedereen leuk te maken. Het is niet alleen het weten, maar het is ook met mensen die zich herkennen in onze quiz. Want we proberen hem altijd op maat te maken, zodat mensen ook zichzelf terugzien op een leuke manier. Yeah. Zonder dat een vraag dan flauw wordt. En dat is een beetje ons handelsmerk geworden. En ja, dan wordt het een olievlek en dan gaat het heel snel. Heel snel, ja. Ja, want hoe gaat dat in zijn werk? Hè? Je krijgt een opdracht of een bedrijf of instantie belt. We willen iets met jullie gaan doen. En dan? Dan gaan wij ons verdiepen in met name ook de mensen die daar zijn. Kijk, ons concept is inderdaad hè, samen quizzen altijd goed. Daarbij geven we ook duidelijk al aan van het is geen proefwerk. Mm-hmm. We maken de avond als het goed is leuk. Dus we zijn eigenlijk dienend aan de avond. En dan bekijken we zeg maar, nou, wat voor gezelschap is het, hoe groot is het, maar ook welke mensen komen er.
En passen altijd zeg maar, een stuk op maat in. Of over het bedrijf, over de vereniging, of over, zelfs over de mensen die er zijn. Ja, want is het altijd maatwerk? Ja, nou, het is niet altijd maatwerk. Want soms werken mensen, joh, we willen echt gewoon, hè, we hebben een gezelschap die echt willen quizzen. Ja, ja. Een beetje de hardcore quizzers. En dan maken we gewoon een quiz, weliswaar op maat, maar niet zeg maar, gepersonaliseerd. Ja. Maar vaak doen we dat juist wel, omdat, ongelooflijk of niet, maar niet iedereen houdt dus per se meteen van quizzen. Maar als we eenmaal begonnen zijn en ze zien dat ze zichzelf terugkomen, of je ziet zeg maar, dat het speciaal voor jou is als bedrijf, als team of als club, dan worden mensen daar vanzelf ingezogen. En dat zien we ook heel vaak. Mensen beginnen soms een beetje weifelend, maar als het eenmaal loopt, dan, weet je, dan is iedereen fanatiek op een leuke manier. Yeah. En ja, dat is denk ik een beetje onze kracht. Yeah. Dat we nou ja, in al die jaren nu hebben geleerd zeg maar, hoe we een quiz precies moeten afstemmen op die leuke avond. Ja, nou, jij zegt het is een kracht, maar wat is qua thema's, vragen, heb je dan ook nog een bepaalde specialiteit onderling? Ja, jij? Zelf als quizzer? Ja. Nou, als quizzer zit mijn specialiteit in de aardrijkskunde geschiedenishoek, zeg maar. Maar dat, ja, weet je, ik denk dat als goed quizbedrijf, als goed quizmakers, moet je natuurlijk in elke categorie vragen kunnen maken. En ook dat leer je met de jaren, hoor. Je bent natuurlijk normaal gesproken misschien geneigd om snel terug te vallen op je eigen specialisme of zo. Maar eigenlijk is het veel leuker om vragen te maken die buiten je specialisme liggen. Dus vragen die je normaal gesproken zelf misschien niet eens zou weten. Mm-hmm. Om daar eens even lekker in te duiken. Om daar een leuke quiz mee samen te stellen. Ja. Hoe is dat voor jou, man? Nou, ik zit te denken, op het moment dat wij maken altijd een quiz samen. En ik denk ook wat Kiske zegt het al een beetje. Wij hebben altijd allebei onze eigen voorkeur. Jij bent iets mondialer, Kiske is heel erg van de wereld. En ik ben meer van, ik kon niet zeggen Nederland, maar dat zie je ook wel in onze quizzen terug. Mm-hmm. Dus wij maken altijd allebei de helft van de vragen. En dan is het al gewaarborgd dat de quiz gevarieerd is. Want wij doen ook wel eens mee, ja, met een quiz. Maar dan zie je heel vaak dat het gemaakt is door één persoon. En dat is wel een nadeel. Ik denk dat wij dat wel ondervangen doordat wij hem samen maken. En wij zijn allebei wel generalisten. Ja. Ik denk niet dat ik een specialiteit heb. Ook omdat je quizzen maakt. Ja, lees je, ja, je wordt op een gegeven moment ook echt. Je ziet overal vragen in. Dus als wij ergens los van elkaar ergens fietsen, lopen. Dan zie je weer een bord en denk je, hey, daar kan ik een vraag over maken. Ja, dat is wel een beetje beroepsdeformatie. Ja. Ze moet echt 's morgens ook echt zeggen, ja, oké, nu ga ik even alleen de krant lezen. Ja. Ja. Niet denken aan vragen of zo. Nee, gewoon nee. Even. Ja. De krant leggen. Lukt meestal niet. Nee. Jullie hebben kinderen ook? Of een gezin, ja, neem ik aan? Ja. Worden die er niet inmiddels gek van? Want ik kan me voorstellen dat je soms over straat loopt, ja, en dat je in één keer denkt, oh, ik heb een vraag. En dan dat je je kinderen voor schotelt. Of is het zo erg nog niet? Nou, zo erg is het nog niet. Maar als een zin begint met misschien interessant om te vertellen, zeg maar, dan haken ze vaak al wel af. Ja, ja. 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 Niet alleen mijn gezin trouwens. Ja. Ja, ja, ja. Daar gaat het breder. Ja, ja. Pubquizzen zijn hedendaags heel erg populair. Hè? Hoe komt dat volgens jullie? Nou, ten eerste is het, het is overgewaaid uit Engeland. En eigenlijk heeft het hier ook wel een beetje voet in aarde gekregen. Ook al, er is nu heel veel aan quiz ook op tv. Hè. 2 voor 12 is weer echt helemaal hot. En het mes op tafel. En op een of andere manier. Nou, wat wij ook merken vooral is dat, ook als ze bij ons bij quizzen komen, dan zie je dat mensen een uitje willen. Maar ze willen niet meer gewoon naar het café. Ze willen daarbij iets gaan doen. En dan blijkt zo'n quiz toch een leuk vertier. Want je hoeft niet gelijk. Ja, ik vergelijk dat met boerengolven. Als je met je team gaat boerengolven, dan weet je al, een grote groep vindt dat niet leuk, want je moet je gaan verplaatsen. Ja. Allemaal gedoe. En met quizzen kun je toch gewoon ook lekker zitten. Je kunt lekker drinken ondertussen. Ja. Dus dat maakt het ook wel makkelijker. En dan is het wel de kunst inderdaad, wat Kiske net al zei, diegenen die eigenlijk niet gelijk verkocht zijn van de quiz, door die er toch bij te betrekken. En dat lukt dan eigenlijk aardig, ja. 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 Als je in een... Als wij een quiz doen bij Dances, hè, dat is dan onze vaste quiz, ja, dan hoeven we de mensen niet te enthousiasmeren, want die willen gewoon quizzen. Dus dat is heel simpel. En die willen ook gewoon moeilijke vragen. Of die willen gewoon... andere mensen moet je inderdaad wel eens omkrijgen. En daar doe je dan dat op maat stukje voor. Ja, die willen iets meer, maar die anderen willen iets meer geprikkeld worden. Ja. 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 Het nakijken, hè, van die quizzen, gebeurt dat dan op dezelfde avond nog of overdag? Ja, daar hebben wij een goede truc voor. En dat is eigenlijk ook wel ons handelsmerk. Wij kijken altijd samen naar. Dus wij hebben bij Dances, daar doen dan gemiddeld 233 teams elke maand mee. En op het moment dat de ronde klaar is, 25 vragen, dan gaan we samen nakijken. En dan gaan ze de blaadjes doorgeven. En dan kijken we van elkaar na. Dan laten wij de antwoorden zien. En mensen doen dan de punten. En dat werkt eigenlijk heel goed. Dat scheelt heel veel in tijd.
Als wij echt een quiz doen, zoals de boxquizronde, daar hebben we nou 5 keer gedaan in het centrum van Bokstel in 5 verschillende kroegen, dan wordt het wel gedaan door externe, zeg maar, om het ook eerlijk te houden. Dat is dan ook qua tijd handiger. Ja. Maar dat hoort ook wel een beetje bij de quiz, want dan gaan wij ook presenteren. Hè. Onze quiz die loopt vanzelf. En dan hebben wij ons werk eigenlijk gedaan, want die hebben wij van tevoren gemaakt. Maar als die klaar is, dan gaan wij hem nakijken. Ja. En dan bespreken wij ook de antwoorden. En op dat moment dan komen wij ook aan het woord om het samen. Ja, we pretenderen ook wel dat dat wel een toegevoegde waarde is, zeg maar, die we kunnen brengen. Ja, dus dat je kunt de antwoorden gewoon voorlezen en that's it. Maar je kunt er ook van tevoren tijd in stoppen om er net even iets meer te vertellen. En af en toe ook met een knipoog. Zijn mensen het soms niet eens met de antwoorden? Of willen ze daar nog wel eens over debatteren? Steeds minder, altijd wel. Ja, natuurlijk. Ja, en dat mag op zich ook natuurlijk. Ja. Want ook hier, we blijven het maar zeggen, dat begint een beetje onze tweede payoff te worden. Maar het is echt geen proefwerk. Ja. Dus als je het ergens niet mee eens bent, dan moet je daar vooral melden. Ja. Want soms, en het kan ook soms zijn dat je een vraag bijvoorbeeld anders interpreteert of wat dan ook. Dus mensen, weet je, het is echt geen proefwerk. En het komt sporadisch wel eens voor dat wij dat het voor meerdere uitleg vatbaar is, zeg maar. Ja. Dus daar zijn we dan ook niet te flauw in. Ja, we hebben, want ik kom natuurlijk niet her, we hebben twee van die quizfanaten bij ons op de bank zitten. Dus ik wil met jullie ook een quiz gaan spelen. We hebben hier een belletje op tafel staan. Het lijkt mij verstandig. Ik heb een x-aantal vragen. Ik hou de score bij. Hè? Dan lijkt me slim dat jullie je hand bijvoorbeeld ernaast leggen. Ik weet niet of we daar een camera op kunnen zetten. Op dat belletje. Een slokje. Ja, nee, ik zou je goed voorbereiden. Hij doet hier. Probeer het. Ja, hij doet het. Er zit geen snoer aan. Het is draadloos. Ja, we kunnen niet manipuleren. Draadloos. Dus leg je hand naast het belletje. Degene die het eerst belt, die mag natuurlijk het eerste antwoord geven. Als je antwoord fout is, dan is het punt voor de andere. Oké. Okay. Ja? Is dat een goed idee? Zijn we er klaar voor, man? Ja. Moeten we dan ook nog een speciale stem? Ik kijk even in de camera. Camera 1. Dit is de quiz. Dobbeland Live quiz. Daar gaat hij. Met Kiske de Leest en Mark de Laat. Vraag 1. Van wie is het nummer? Wimmetje gaat, Pimmetje komt. En over wie gaat het nummer? Wimmetje gaat, Pimmetje komt. Nou, het gaat. Ja? Het gaat over Wim Kok en Pim Fortuyn. Volgens mij. En het is van Vader Abraham. Vader Abraham. Moet je me even helpen, hoor. Is dat Pierre Cardin? Dat is Pierre Cardin. Ja. 1 punt. Sorry, hoor. Ik ben, Ja. 1 punt voor jou. Oké, daar gaan we. Vraag 2. Welke bekende Nederlander werd er deze week door een columnist een vieze stinkende man genoemd? Marianne Zwagerman. Ik heb een punt nu, dus ik... Ja, maar weet je... Nee, ik heb flauw idee. Nee? Johan Derksen. Oh, welke columniste? Welke bekende Nederlander werd deze week door een columniste? Oké, okay. En die columniste was Marianne Zwagerman, maar vooruit. Oh, Dat is fout, hè? Het is een van de details, hè? Het is een quiz. 2 punten voor jou, Kiske, op dit moment. Welke film, waar vooral heel veel vrouwen wereldwijd dol op zijn, komt op 18 juli uit in de bioscoop? Misschien, heb jij een idee? Ik ga een kleine hint geven. Het is van een hele bekende Zweedse band. ABBA? Ja, maar de film heet? Die heet dan een titel van een nummer van hun. Het wordt stiekem al gezegd. Mamma Mia. Mamma Mia, ja! Oh, ja. 2-1, Mark. Ja, hartstikke goed. Super. Totaal op eigen kracht. Dat is een dolle. Hier, de volgende vraag. Wat is de naam van dit speelgoed? Hebben we daar een foto van of niet? Yes, Kiske. Dat is een lolobal. Heel goed, een lolobal. Jij zag hem al, of niet? Ja. Oké, okay. Nog 2 vragen. Wie is de schilder van dit landschap en waar gaat de voorstelling over? Dit landschap, daar zijn wij. Kiske. Ja, ik zal Mark ook een kans gunnen. Dus ik zal zeggen... Wie is de schilder en waar gaat de voorstelling over? De schilder is Vermeer. En de voorstelling gaat over
Uiterwaarden. Buitenwaarden. Ah, verdorie. Weet jij het? Jij zegt voor meer, dan zeg ik... Voor minder. Ik dacht Erik van Weert, dat is ook een schilder. Ja. Maar die schilder... Ja, dat is een schilder in je borst. Oké. Okay, ik weet het niet. Nee, het is van Gogh in de heuvel bij Montmartre, 1886. Okay. Oh, kijk. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Het staat op dit moment 3-2. Jullie kunnen in een gelijk spel terechtkomen. En dan laten we het zo. Dat zou fantastisch zijn. Als Kiske deze vraag goed heeft, dan heeft hij gewonnen. Wie en in welke minuut scoorde dit WK voor Duitsland de winnende treffer tegen Zweden? Ik was helemaal. Mark was helemaal. De camera was helemaal. Wie, dat was Toni Kroos. En dat was in de laatste minuut tegen Zweden. Heel goed. Ja. Welke minuut? Ja, de 90ste minuut. Nee, het 95ste minuut. 95ste minuut. Oeh! Ja, dit wordt moeilijk. Weet je wat? Ik geef hem gewoon 3-3. Nou, zeg. Goed gespeeld. Geef elkaar een hand. Hartstikke goed voorhanden. Wat zouden jullie onze boksels, quizfanaten, andere fanaten nog willen meegeven? Nou, met name als je van quizzen houdt, dan kom eens een keer te kijken bij Dance. Nu 5 juli. De volgende week, donderdag, is de laatste voor ons zomerreces. En daarna gaan we weer een nieuw seizoen van start. 11 keer? 11 keer. 1 keer in de maand. Ja, donderdagavond. Dus mooi. Kom eens kijken. Dankjewel voor jullie komst. Super. Graag gedaan. Ja. En ik zei het net al, dit was de laatste Dommeland Live. Dit was ook de laatste Dommeland Live hier vanuit deze studio. Want wij gaan weg. Wij gaan verhuizen. We gaan naar een nieuwe plek toe. Een mooiere plek, een grotere plek wellicht wel. Een andere studio. En dat gaat u allemaal zien na de zomer. Want we gaan met zomer stoppen. We gaan op vakantie. Ik wil u vast een hele fijne vakantie wensen. Ik wil alle vrijwilligers hier bij Omroep Dommeland bedanken voor hun enorme harde inzet die ze dit seizoen weer vol liefde voor onze omroep hebben gedaan. Zonder jullie krijgen we het niet voor elkaar. Ieder jaar weer. En dank je wel. En ik wil jullie kijkers bedanken thuis dat jullie iedere keer weer ons volgen. Hou ons gewoon in de gaten. Het nieuws gaat natuurlijk ook gewoon door. Kijk onze website www.omroepdommeland.nl of hou onze Facebookpagina in de gaten. Daar zie je alles op voorbij komen. Ik wens jullie een hele fijne zomer en graag tot na de zomer bij een nieuwe Dommeland Live. Maarten de Gans, take it away! I've been a wild rover for many a year. And I spent all my money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold and great store. And I never will play the wild rover no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I went an ill house I used to frequent, and I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, but she answered me nay. Such a custom as yours I can have any day, and it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play. No more. I took from me pocket 10 sovereigns bright, and the landlady's eyes opened wide with delight. She said, I have whiskies and wines of the best, but the words she spoke sure were only unjust. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I'll go home to my parents to confess what I've done, and I ask them to pardon their prodigal son. And when they've caressed me as of times before, well, I never will play the wild rover no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no.
and it's no name. Heel goed. Well, I iets meer drank erbij. And it's a no name, never. Fijne zomer!